Het personeel van de Antetokounmpo Universiteit van Suriname heeft een ultimatum gesteld aan de autoriteiten om de 700 SAD overbruggingstoelagen die de regering vanaf september heeft uitbetaald aan ambtenaren en daaraan gelijkgestelden in orde te maken. Dit vertelt Mahinder Kalisharan, ondervoorzitter van de Werknemersfederatie Universiteit, aan onze nieuwsdienst. Dus we wachten en we kijken uit wat de VP gaat zeggen. Dus, en daarin hebben we ook een ultimatum gesteld, hoor. Laat ik dat ook direct vermelden. Dat het 15 november, we wachten tot 15 november, of uiterlijk 15 november moeten de leden over hun geld beschikken. Wat is het? Uit goed fatsoen hebben we ook gezegd, laten we een tweede termijn geven, de bon. En dat is, we willen 15 november dat geld op onze rekening zien. En als dat niet gebeurt, dan weten we niet. Eigenlijk hangt af van aanstaande woensdag wat de VP gaat zeggen. Kalisharan zegt verder dat de vicepresident ook per brief antwoord kan geven. Als het nieuws positief is, zal het personeel zich niet naar het kabinet van de vicepresident begeven. 15 oktober was voorbij, we hebben nog een weekje gewacht. 22 oktober zijn we naar de VP gegaan. En de VP heeft ons beloofd, eind van de maand gaan jullie dat geld krijgen. En als jullie niet krijgen, dan gaan we samen naar de minister van Financiën. U kunt die maand opvragen ergens en dan kunt u zelf beluisteren. Of, ja. Dus zo gezegd, en toen hebben we de actie opgeschort. En we hebben uitgekeken naar eind van het maand. Dat was afgelopen vrijdag. En we zagen op ons loonslip niks. Die 700 was het niet. Kalisharan zegt dat er vandaag een brief is gestuurd naar de vicepresident, waarin wordt gesteld dat er uiterlijk woensdag opheldering moet komen over het wegblijven van de overbruggingstoelagen. Twee weken geleden is het personeel al naar de vicepresident getogen voor verduidelijking in de zaak. Na afstemming met de financiënminister werd duidelijk dat zij het geld eind oktober op de rekeningen zouden zien.